Tapestry, een civilization game. Iets dat we eigenlijk meer gewend zijn in de PC-spellen te zien, like Civilization bijvoorbeeld, maar is ook een heel genre in de spellenwereld. Duurt vaak wel iets langer deze spellen, een beschaving uitbouwen. In de meeste Civilization games duurt een 3-4 uur. Deze neigt het te doen in 2 uurtjes, wat relatief gezien heel kort is. Waardoor die ook heel veel hype meekreeg, heel veel interesse kreeg vanuit de boardgame community toen die uitkwam. En het doet het ook wel heel goed. De idee van Tapestry is dat je eigenlijk uw wandtapijt, uw tapestry van uw beschaving gaat opbouwen. En je begint met de uitvinding van het vuur en je gaat er eigenlijk elke ronde een speciaal iets aan toevoegen. Misschien heb je wel de Olympische Spelen gehost of ruimtereizen uitgevonden of andere iconische dingen gedaan. En dat gaat eigenlijk het wandtapijt van uw beschaving vormen. Tijdens die rondes gaat je op de verschillende ontwikkelingssporen vooruitgang boeken door grondstoffen te betalen daarvoor. Je kunt militair gaan om te gaan veroveren, je kunt voor ontdekkingsreizen gaan om meer van de kaart eigenlijk vrij te maken. Wetenschap gaat u toegang geven tot de verschillende sporen om daar vooruitgang op te boeken, maar je hebt ook een beetje geluk nodig. Technologie dan weer gaat u eigenlijk toestaan om verschillende dingen te gaan uitvinden en tijdens rondes eigenlijk daar vooruitgang in te boeken. Waardoor dat je grondstoffen of punten binnenkrijgt. Door die vooruitgang op die ontwikkelingssporen gaat je vaak ook gebouwen bouwen op je eigen landkaartje. Dat geeft eigenlijk 2 dingen. Enerzijds gaat dat punten geven. Als je een volledig blokje of rijen of kolommen kunt opvullen, dan krijg je vaak punten. Maar dat maakt ook een inkomenspoortje eigenlijk vrij. Elke ronde is er een inkomstenfase en alles wat opengemaakt is door gebouwen te bouwen, geeft weer nieuwe inkomsten, waardoor je op de ontwikkelingssporen weer ook weer vooruitgang kunt boeken. Dus het is eigenlijk zaak om een beetje een balans te zoeken in die dingen en ook een beetje een race tegen de andere spelers. Want zit je de eerste om een bepaald vak van die ontwikkelingssporen te halen, dan mocht je de grote gebouwen, zeer mooie gebouwen trouwens hiervan voor, nemen om die ook weer op uw bordje te zetten. De kleintjes zijn maar 1 vak, maar deze nemen heel wat meer plaats in beslag, dus kunnen heel wat meer punten in 1 keer eigenlijk toestaan om te scoren. Dat allemaal vormt een heel interessant geheel, wat we dus op 1 uur of 2 gaan spelen. Kan met 1 tot 5 spelers gespeeld worden, dus ook een solo-modus zit erin, wat ook wel heel tof is. Ik zou hem eigenlijk altijd spelen met 2 of 3 spelers. 4 en zeker 5 is eigenlijk te veel. Het spel gaat dan al wat te lang gaan duren. En eigenlijk voegt dat weinig extra speelplezier eraan toe. Dus niet echt nodig, vind ik dat. Kan vanaf 12 jaar gespeeld worden. En dat is Tapestry. Vond je het leuk om naar te kijken? Like dan onze video's. Abonneer zeker op ons YouTube-kanaal, waar we wekelijks nieuwe video's posten.